Misschien herkende u aan het eind dat Slava, Slava, dat jubelkoor dat Tchaikovsky gebruikt in composities, dat uitgebreid in de opera Boris Godunov zit van Mussorgsky. En dus ook in dit derde deel van het tweede strijkkwartet, opus 35 van Anton Arensky, dat we hoorden in een bewerking voor strijkorkest. Bewerking gemaakt door Marijn van Prooijen en hier gespeeld door Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van concertmeester Candida Thompson. Die elk moment alsnog haar boeketje krijgt. Nadat zij een aantal leden van haar eigen ensemble met een dikke kus heeft bedankt. Dit was het zondagochtendconcert van deze 11e oktober. Waarvan de techniek werd gedaan door Joost Delabarre en Arjen van Asselt. Muziekregie van Gerard Westerdaal. En het concert van vandaag was dus niet alleen te horen op Radio 4. Het was ook te zien via de website hetzondagochtendconcert.nl. En daar zal het te zien blijven. Het verdwijnt in het archief, waar ook nog veel meer mooie dingen te zien en te horen zijn. Applaus voor Amsterdam Sinfonietta en zijn concertmeester Candida Thompson, die zich weer bij haar collega's aansluit. En de leden van het orkest verlaten het podium. Ja, en dan gaan wij misschien hier ook wel naar huis.